Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto veel wolken boven Nederland, veel dikkere bewolking boven de Noordzee, dunnere bewolking boven het zuidoosten van het land. En dat betekent vanochtend in Limburg misschien nog eventjes de zon, maar op veel plaatsen is het grijs en gaat het van het noordwesten uit regenen. Temperatuur vanochtend 15 tot 17 graden en het waait stevig vanuit het westen, windkracht 6 tot 7 aan zee. Vanmiddag wordt het hooguit 18 of 19 graden en regent het overal in het land. In het noordwesten klaart het later op. Vanavond klaart het van het noordwesten uit geleidelijk aan op meerdere plaatsen op. De temperatuur daalt naar 13 tot 15 graden en het blijft stevig doorwaaien. En morgen hebben we een herfstachtige dag met veel wind, windkracht 7 of misschien wel 8 aan zee. Verder overwegend veel buien met kans op onweer en af en toe de zon tussen de buien door. En het wordt hooguit 18 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, met elke dag kans op een paar buien. En de zon die schijnt natuurlijk ook nog wel, maar er zijn overwegend veel wolken. De wind neemt geleidelijk aan af, maar het blijft fris met 17 graden. Dit is Diana Boy van Weerplaza.nl.